Lekker weertje! You can finish it! You can do it! Goedemorgen, het is zondagochtend. Het is bijna 5:30. Wakker worden is moeilijk. We gaan zo eventjes een half uurtje en een kwartiertje loslopen. En dan gaan we ontbijten en hopelijk ben ik dan een beetje wakker. Het is 5:15, 5:45. Zijn hier nog allemaal super druk op straat van mensen die aan het uitgaan zijn. Hier kijken we naar die bus en daar zo. De straat is nog vol met mensen. Tuur gaat toch proberen hard te lopen. Heb je al GPS? Nee. Oké, we moeten nog even wachten. Kou leiden. Echt bizar hoe druk het nog is. En voor ons is het alweer een nieuwe dag. It's a new day. Oh mijn god. Hier moet ik mee stoppen. Lekker meertje. Super mooi hier. Wat een rust. Warm windje. Hoe voel je het hier? Voel je je goed genoeg om te gaan lopen? Ik weet het nog niet. Ik weet het niet. Kijk wel. Ga maar even rustig nadenken zonder camera. Ja, dat ja. We zijn weer terug in de hotelkamer. Tuur heeft zojuist besloten om niet te gaan lopen. Ik vind het een hele verstandige beslissing. Ik weet ook niet hoe ik het aan mijn volgers zou moeten uitleggen als jij wel had gelopen. Van, het is natuurlijk niet echt verstandig als je gisteren koorts hebt gehad om dan vandaag een halve marathon te gaan lopen. Dat zou ik andere mensen, zou jij je trainings, mensen die jij training geeft ook niet aanraden? Nee, nee. Het is ook wel goed om dat te ondervinden hoe dat voelt. Om dat wel te doen, doe maar niet. Ik denk dat het gewoon wel duidelijk dat er wel genoeg onderzoeken gedaan zijn dat het niet verstandig is om de dag na koorts een halve marathon te gaan lopen. Je bent geen superhuman. Niemand is superhuman. Ik denk soms ook dat ik superhuman ben. No, dat ik gewoon. Human is limited, toch? No human is limited, maar je moet wel verstandig zijn en goede keuzes maken. En ja. Dus op de ene dag ben je misschien wel iets meer gelimiteerd dan op een andere dag. Precies. Dus vandaag is het verstandig dat jij niet gaat lopen. We gaan de vorm niet verpesten. Nee, want als je nu gaat lopen is het echt roofbouw op je lichaam. Jij wel succes, meertje. Ja. Ik ben benieuwd. Ik hoop het. Dit is echt mijn minst favoriete moment in de hotelkamer. Het is tijd om mijn wedstrijdschoenen aan te trekken. Het is nog 49 minuten tot de start. Normaal ga ik 50 minuten voor de start inlopen, maar ik zou het graag willen. Maar ik heb nu nog een beetje problemen die ik vooral op het toilet ervaar. Ik zal jullie de gory details besparen. 35 minuten tot de start. Ik hoop dat ik nu voor het laatst geweest ben. Altijd. Maar nu wel extra heftig. Het is nog steeds een beetje donker, maar het wordt nu al een beetje blauwe lucht. Het meer doet wat rustige loopjes. Het wordt al wat drukker hier trouwens. Hoi Annemietje! Zo, abrupte stop. Ja, yeah. Ik ben helemaal klaar. Ik ga wel daarheen. Oh ja, daar komen je ouders, hè? Papa gaat lopen. Tuur gaat niet lopen. Ik moet eigenlijk weer naar de wc. Maar het is gewoon een never ending story. Als ik naar de wc moet tijdens het lopen, dan stop ik gewoon. Dan ga ik gewoon naar de wc en dan loop ik daarna weer verder. Het moet vandaag leuk zijn. Ik zit daar aan de meer wel ergens in het startvak. Misschien kijk ze nog om, je weet maar nooit. Volle concentratie. Meertje! Meertje! Hey, Meertje! Succes! Kom, Meertje! Ik ga Rob en Annemerel proberen in één video te vangen. Rob komt van die kant. En Annemerel die komt zo van die kant. Wow, het is hier mooi trouwens. Wauw. Er staat daar dus een bord dat
dat de 21 kilometer die moet links aanhouden op deze straat en de 42 moet rechts aanhouden. Maar veel van die lopers die denken dat ze hier af moeten slaan. Dus die verdwijnen in deze straat in en die komen dan weer terug. Hier links is een straat. Maar het is, hier worden de 21 en de 42 kilometer lopers gescheiden. Ze moeten nog een rondje. Heel verwarrend. Daar zien we Meertje. Lekker Meertje! You can finish it! You can do it! Honey! Iemand met alleen een sport-BH aan, dat geloof je niet. En ze heeft altijd alleen een sport-BH aan en nu heeft ze een shirt aan. Maar volgens mij heb ik het nog net op tijd kunnen pakken. Hallo! Hallo! Hoe ging het? Oh, ik moest bij de start plassen. Oh, wat erg. En ik dacht dat het alvast een zenuwplasje zijn. Dat was wel van weg. Oh, maar dat is zo erg. Vijf kilometer gaan plassen. Of vijf kilometer gaan plassen. Maar er is geen wc onderweg. Er was er één en er ging er net iemand voor mij in. En ik wil niet zo lang stoppen. Ik weet het dus ik heb niks gedronken. Oh, wat erg. Maar ging het goed? Ging het wel naast het plassen van weer te lekker? Nou, dan had ik heel veel bezig met het plassen. Was ik niet met de rest bezig. Ja. En ik heb de halve marathon lang. No. Nog even. De halve marathon lang heb ik. Marathon pace, beoogd marathon pace gelopen. Oh, nou. Ik kwam door op 10 kilometer met 4:28. Zo. Is dat je haast? She gave me, ze gaf mij water onderweg. Oh, ik zei nee, ik hoef niet, ik hoef niet. Maar ze had een flesje aangepakt. Ze zei wie wil er, super aardig. Ik denk, natuur. Nou, ik herken je dus niet, want ik dacht, ik zag je met alleen sport BH. Dus jij kwam aan en ik zat echt. Nee, je denkt dat ik net zo getraind ben als vorig jaar. Hieronder, dat hoeft niemand te zien hoor. Oh, blij je weer te zien. Ik weet niet wat het is. Oh, kijk! De andere kant van de support. Ik kon Tuur niet vinden. Een lekkere, comfortabele wedstrijd op het feit dat ik moest plassen na. Maar dat is uiteindelijk wel weggetrokken na een kilometer of 13, 14. Ik ben nu heel snel gedoucht en gelopen richting de straat, de winkelstraat. Om de marathonlopers nog even aan te moedigen. Een van mijn clubgenoten. Zie je hem daar? Ja? Ja. Wow, je kan goed kijken ver. Een van mijn clubgenoten loopt nu ook. Kom op, Stefan! Je bent er bijna! Kom, Stefan! PR, man! Kom op! Go, Stefan! Woe! De marathon is nog steeds bezig. Het is inmiddels 3,5 uur geleden gestart. Zo mooi hier. Wij zijn net uitgecheckt uit onze prachtige hotelkamer en we gaan nu lunchen met Laura. Maar we hebben nog maar 4 minuten, zullen we die kant lopen? Ja. Oh, we zijn lekker aan het lunchen. Ik had ook nog een tweede broodje besteld die Tuur en ik gingen delen. Alleen ik heb echt zo slecht gekeken, want die zit dus helemaal vol met sesam, dat broodje. En dit zijn echt 26 plakken kaas. Ik dacht juist, ja, Spaans wel beter was. Ik dacht Manchego, ik dacht het zal wel een soort van mozzarella zijn. Maar één dan de kaas. Gaat het, Lau? Goed. Mag ik straks jouw fragmenten van die jij gefilmd hebt? Dat is wel echt beter. Oh, je hebt ook een mooie camera. Ja, jij ook. Ja, mooi hè? Maar gaat het goed? Ja, het gaat heel goed. Ja? Beetje zenuwachtig toch wel, nu we hier met 20 graden zitten en Nederland. Ik ga in Horen wonen. Ja. Mijn familie blijft hier wel, dan kun je er af en toe terug. Ja, zeker. Dat klopt. Ja. Maar dat, is niet, dat compenseert het niet, denk ik hoor. Nederland is ook wel een mooie zomer. Soms. Oh,
Nou, we gaan het zien. We gaan het zien. En we gaan in ieder geval lekker eten en drinken. Ik ga misschien lekker slapen. Ja, dat klopt. Dat wel. Ja, want Laura die heeft vannacht niet echt goed geslapen omdat de disco en haar buurman... Vorig jaar was ik natuurlijk uit geweest toen ik jou ging supporten. Dus toen was ik gewoon brak. Maar nu dacht ik ga op tijd naar bed. 00:30. En ik heb zo'n stabiele buurman. Dat is een student. En ik snap het. Ik ben ook student geweest. En ik vind het echt niet erg als je herrie maakt. Maar hij begon gewoon om 3 uur 's nachts met enorme grote zakken vuilnis door de hal te gooien met oerkreten en al. Dus ik storm eruit. Ik zeg, hou nou op, ik bel de politie. En uiteindelijk zijn ze wel gestopt. Maar ja, het ging echt tot 5 uur door. Dus nee. Ik ben alsnog niet. Oké, maar nu gaan we echt eten. Want ik begin een beetje leeg te raken. Het is een slecht verhaal, maar wel een goed verhaal. Het is super lekker gegeten. We zijn nu aan het genieten van onze laatste zonnestralen van 2019 waarschijnlijk. Lopen naar de bus. In ieder geval de laatste... Oeh, dat was de zon. De laatste 20 graden. Nu moet je zien hoe donker wij zijn. Ik heb wel in. Oh ja. Met kerst kan de zon ook schijnen. Oh ja. Oké, Tuur. We gaan nu nog heel eventjes van warme buitenlucht. Gewoon lekker in je trui lopen. In plaats van in je... We gaan bijna naar binnen. En dan duurt het wel weer een paar maanden, denk ik. Tuur is echt nog een beetje ziek. Hij dacht dat dit het bordje voor het mannentoilet was. Maar ik moest ook heel nodig. En jij remt dan altijd zo als je heel nodig moet. Nou ja, dan ren ik ook naar de wc. Dus ik dacht, daar is de mannenwc. Time to go. Bye bye, Malika. Volgend jaar terug? En de nice weather. Ik moet hier nog wel een goede halve. Ja. Merry Christmas. En een Happy New Year. Het is inmiddels 9:15. We zijn net thuis. Kerstverlichting staat weer aan. We hebben even onderweg nog een pokerrol gehaald. Die gaan we nu lekker eten op de bank. Met een serietje. De morning show. We hebben een nieuwe aflevering te goed. En dan gaan we lekker slapen. Dus ik ga bij deze ook wel even de vlog afsluiten. Het was echt een heerlijk weekend in Malaga. Ook al verliep het net iets anders dan gepland. En was het voor Tuur misschien net iets minder heerlijk. Als voor mij. Tuur, wil je nog wat zeggen? Zijn we in een schoon huis, niet meer in die hotelkamer. Ja. Die hotelkamer was erg. Ja. Oh, die stond naar vocht. En dat was echt heel vies, ja. En oud. Ja, op de kaart van de kerstboom. Ja. Maar voel je alweer iets beter? Ja. Gelukkig. Volgende keer graag voor de halve marathon dat je je beter voelt. Dankjewel voor het kijken en ik zie jullie morgen weer bij een normale vlog.